We zijn ze niet vergeten en we zullen ze ook nooit vergeten. Dankzij hen kunnen wij hier in vrijheid staan. De mannen en vrouwen, burgers of militairen, die in ons land of waar ook ter wereld sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties of bij vredesoperaties zijn omgekomen of vermoord. Door hier bij elkaar te komen, houden we onze gedachten aan hen levend en worden herinneringen overgedragen aan volgende generaties. Ter ere van alle slachtoffers zullen burgemeester Van den Bijlt en zijn echtgenoten namens het gemeentebestuur en namens alle inwoners van onze gemeente als eerste een krans leggen. Tweede Wereldoorlog. Door de lucht vliegen vogels, maar in de 20e eeuw vlogen er kogels. De oorlog begint. Oorlog, de tijd moet verschrikkelijk zijn geweest, voor jong en oud. Oorlog, die tijd kent alleen verliezers. Elk jaar herdenken wij eraan wat mensen voor ons hebben gedaan. Die hebben gevochten, die hebben gewerkt aan onze vrijheid. Laten we de vrijheid levend houden. Laten we de vrijheid doorgeven aan iedereen. Oud en jong. Vrijheid. Dankbaarheid. Geef vrijheid door. Door hier aanwezig te zijn, de vlag half stok te hangen, de tv-beelden van de herdenkingen in Amsterdam of op de Waaldorfse vlakte te bekijken, of zomaar ergens anders letterlijk even stil te staan, laten wij zien dat de offers die mensen brengen voor vrijheid niet vergeten mogen worden. Want waar men tweestrijd probeert te zaaien, moeten we eenheid laten bloeien. Natuurlijk kan het zijn dat iemand een andere mening heeft die botst met de jouwe. Je kunt het ergens hartgrondig mee oneens zijn. Juist de vrijheid geven om die mening te mogen hebben, geeft de mogelijkheid om jouw mening tegenover die van een ander te stellen. De vrijheid om keuzes te maken. Keuzes vanuit het hart en vanuit het verstand. We stonden net 2 minuten stil bij alle slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog en bij alle slachtoffers van oorlogsgeweld en vredesmissies daarna. We eren hen ook met het leggen van bloemen, hier en bij heel veel andere monumenten in ons land. We zullen hen nooit vergeten, maar laten we hen vooral eren door ervoor te zorgen dat hun offers ons tot lering dienen. Ja.